Met MVV en Jong AZ staan twee van de drie minst productieve ploegen tegenover elkaar in stadion De Geuzelt. En dan verwacht je niet zozeer een grote uitslag. Net zoals eerder in Weidewormer werd het maar 1-0 toen voor MVV. Hier Jong AZ in de aanval. Balletje naar Griffith. Griffith via de binnenkant van de paal raak. 11e minuut. Griffith was al de matchwinner afgelopen vrijdag tegen Telstar. Toen maakte hij de 3-2. Deze poging is ook goed voor een goal. De eerste. Dan de tweede helft. Met MVV dat langs zij komt. Voorzet is van Keulen. De afronding van Sven Blummel. MVV is wat weggezakt op de ranglijst. Staat nu 19e. En tegen Jong AZ wordt er toch wel een overwinning verwacht. Jong AZ is de slechtste uitploeg in de competitie. Voorzet nu van Jegen en het is Oranje Paar die hem binnen weet te werken. Goeie aanval van MVV en zo wordt die achterstand omgebogen in een voorsprong. Prima binnengeschoten, Westerveld kansloos. Griffith. Geen schotpoging dit keer. Griffith krijgt hem terug. Zet de 1-2 op. Griffith is er langs. Griffith houdt het hoofd koel. En geeft hem af aan Max Meerdink, de 18-jarige speler van AZ onder 19. Maakt zijn eerste doelpunt in de KKD voor Jong AZ. 2-2. En in de slotfase kan het nog mooier worden voor de bezoekers. Tabouni. Tabouni. Tabouni! 3-2 voor Jong AZ en dat is de eindstand. Een doelpuntrijke wedstrijd tussen twee ploegen die normaal gesproken niet veel scoren. Prima overwinning van de jongelingen en dan een fluitconcert voor de MVV'ers. Dames en heren, hartelijk dank.